voor mij heeft die onderwijsvernieuwing te maken met een verandering van het tijdperk waarin we leven. Ik denk dat we niet meer in de tijd leven dat je een grote organisatie bent. En dat je kunt zeggen tegen een student, weet je, we hebben het zo georganiseerd. Wil je even aanpassen aan hoe wij dat hebben bedacht? Ik denk dat dat andersom moet. Dat je als organisatie moet leren om je aan te passen aan wat de student nodig heeft. En dat is niet waar we vandaan komen. Dat is wel waar we naartoe gaan. En dat is niet alleen trouwens voor de student, ook het werkveld, dus de bedrijven waarvoor we werken, vragen in toenemende mate flexibiliteit. Of die werken met hele complexe opdrachten en dan willen ze studenten uit verschillende opleidingen samen laten werken. Nou, allemaal redenen om flexibeler te worden en dat vraagt best veel van een organisatie. Ik ben zelf gemotiveerd om twee redenen. Allereerst ben ik ook vader van een aantal kinderen. 4, die allemaal het hoger onderwijs hebben doorlopen en ik zie dat het af en toe knelt. En in de tweede plaats, ik heb heel lang in de mediawereld gewerkt. En als er ergens heel snel die omslag is gekomen, is dat in de mediawereld. En dat geeft mij een gevoel van urgentie en haast. Die maakt dat ik er heel ijverig mee bezig ben.